Henk, dit moet een lekkere avond voor je zijn. Je eerste goal namens ADO Den Haag en winnen. Ja, dit is een fantastische avond voor ons. Ik denk dat we het echt geweldig gedaan hebben als ploeg. En, we hebben niet zoveel weggegeven tegen tegen gewoon een heel goed Groningen. Dus dat hebben we heel erg goed gedaan. Natuurlijk moeten we misschien ook wel zelfs 2-0 komen. Maar ja, dat zijn de details die in het vervolg misschien beter kunnen. Ja. Maar goed, wat je zegt, er is weinig weggegeven. Lag het ook aan het tactisch plan van vandaag? Ja, zeker. Zeker. Dus daar alleen maar complimenten voor de staf die dit bedacht hebben. We stonden gewoon heel erg goed met Bart er nog tussen als extra slot op de deur. En dat hebben we gewoon goed ingevuld. En ik denk ook dat de wissels dat uitstekend ingevuld hebben vandaag. In de eerste helft wat opviel is dat Groningen echt op ADO af kwam stormen. De tweede helft was het weer zo, maar eigenlijk allebei de keren overleefde het vrij gemakkelijk. Nou, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Nogmaals, we hebben heel erg weinig weggegeven. En dan, je weet dat het hier kan stormen met het publiek erachter. Dus ja, als we dan een paar keer goed uitbreken, dan moet hij een paar keer vallen. En dat is gelukt vandaag. Dan nog even over je doelpunt. Was dat ook iets waar je naar snakte? Ja absoluut. Het heeft helemaal niets mee te maken dat je niet belangrijk bent of dat je niet lekker in vel zit of wat dan ook. Het is gewoon erg lekker als er een keer een goal valt. En dat is na de wedstrijd tegen Jong AZ, dan voel je natuurlijk het vertrouwen al groeien. Dus dat is alleen maar positief. En als we dan allemaal een goal gemaakt hebben voorin, is dat voor iedereen beter. Het gaat ook wel lekker met de nieuwkomers, Van Michem, Van der Zanden. Het lijkt al beter te gaan lopen bij jullie. Ja het wordt ook op trainen wordt het elke dag beter. Dus, kijk, je moet ook niet verwachten dat wij na één dag blindelings weten waar we allemaal lopen van elkaar. Dus dat is gewoon nog even lastig. Maar als je dat op deze manier dan vandaag alweer invult, dan is dat natuurlijk een compliment waard. En dan is die busreis terug naar Den Haag ook een stukje makkelijker, hè? Dan is het een uurtje korter, ja. Top man. Dankjewel.